Ze maakte één grote fout en het zorgde ervoor dat niemand geïnteresseerd was. En niemand naar haar video keek. En het is best wel pijnlijk. Hè? Dan doe je zo je best. En dan sta je daar voor de camera om een informatieve video te maken. En zet je hem op internet, waar iedereen natuurlijk iets van je vindt. En dan kijkt er maar een handjevol mensen naar jouw video. En ik zal je uitleggen welke fout zij maakte. En hoe jij voorkomt dat je dezelfde fout maakt. En hoe je ervoor zorgt dat je de juiste kijkers krijgt voor je video. Hoi, ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik deel hier gratis tips zodat jij betere resultaten bereikt met jouw video's. En veel ondernemers die zie ik nogal worstelen met hun video's en daarmee missen ze eigenlijk heel veel kansen, want het middel video is in deze tijd gewoon de beste manier om je impact op internet te vergroten en om met de juiste mensen in gesprek te komen. En sommige ondernemers die zien het helemaal niet zitten en moeten er niet aan denken om zelf in beeld te komen en beginnen er daardoor gewoon helemaal niet aan. En misschien maak jij al video's, maar ben je gewoon ontevreden over de resultaten van je video's. En had je er eigenlijk meer van verwacht of gehoopt dat je meer weergave zou krijgen, meer reacties op je video's zou krijgen. En het kan zijn dat je één grote fout maakt die ervoor zorgt dat niemand naar je video's kijkt en je daardoor nieuwe klanten en nieuwe omzet misloopt. En ik maak zelf natuurlijk ook video's en die deel ik hier op internet. En in de afgelopen jaren heb ik ontdekt welke strategieën heel goed werken en welke strategieën minder goed werken. En laatst was er een ondernemer die bij me kwam en mij vroeg of ik eens naar haar video wilde kijken. En of ik misschien wat tips wilde geven. Want eigenlijk was ze niet zo tevreden over de resultaten van die video. En ze vroeg me dus, ze vroeg zich af wat ze fout had gedaan en wat ze een volgende keer anders kon doen. Dus ik bekeek haar video en na 20 seconden zag ik wat ze had gedaan. En wat ik eigenlijk heel veel ondernemers zie doen als ze een video maken. En wat wel leuk is om te vertellen is dat ze eigenlijk iets deed wat in het normale, echte leven, dus offline, eigenlijk heel netjes is om te doen. Maar wat online dus eigenlijk niet zo goed werkt. En helemaal niet als je een video maakt. En wat is namelijk het belangrijkste gedeelte van je video? Dat is het eerste deel van je video. De eerste 15 seconden van je video zijn gewoon het allerbelangrijkste. Want het maakt of iemand jouw video blijft bekijken. Of gewoon wegklikt of doorscrollt. Dus die eerste 15 of 20 seconden, die kun je dus maar beter zo goed mogelijk voorbereiden. Als je wilt dat je video gezien wordt door de juiste mensen. En in die eerste 15 seconden kun je dus beter niet verspillen aan een mooie geanimeerde intro van je logo bijvoorbeeld. Of een hele uitgebreide introductie. En het klinkt misschien een beetje hard, maar neem van mij aan, niemand is echt geïnteresseerd in jou. Net zoals dat jij niet geïnteresseerd bent in mij. Maar je bent waarschijnlijk wel geïnteresseerd in manieren om meer geld te gaan verdienen en hoe video je daarbij kan helpen. En een belangrijke regel om te onthouden is eigenlijk voor alles wat je publiceert, of het nu een nieuwsbrief is of een blog of een artikel op LinkedIn of een video. Je kunt er gerust van uitgaan dat niemand echt geïnteresseerd is in wat jij te vertellen hebt. Maar het is aan jou om mensen geïnteresseerd te maken in wat jij te vertellen hebt. Dus het draait niet om jou, maar om jouw kijker en hoe jij die zo goed mogelijk verder kan helpen. Dus met de
waardevolle informatie of de vernieuwende ideeën die je deelt in je video. Dus dat is ook gelijk een zorg minder. Dat je je wat minder druk hoeft te maken om jezelf of hoe je eruit ziet of hoe je klinkt. En dat je je beter kunt richten op jouw kijker en hoe je die het beste kunt helpen. En ik ben heel benieuwd of deze tip je helpt bij het maken van je volgende video. En als je mijn complete template wilt ontvangen, laat dan even een reactie achter onder deze video. Dan geef ik je het template. Dus reageer onder deze video. En wil je nou meer video's zien met tips over verdienen met video? Bijvoorbeeld over hoe je altijd aan de juiste onderwerpen komt om een video over te maken. Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. En klik op de bel naast de abonneerbutton. Om een melding te ontvangen zodra ik weer een nieuwe video heb gepubliceerd. En voor nu wil ik je heel graag bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende video maar weer.